Hey, hallo. Patrick hier. Deze video is een vervolg op een vorige video die ik had gemaakt over omgaan met het rouwproces en het verwerken van verdriet. En deel 1 die vind je hieronder in de beschrijving of hier in de link. En ik wilde daar ook graag een vervolg op maken, want ik kan wel omschrijven door welke fases je heen gaat. Ik kan natuurlijk ook nog gewoon een beetje praktische tips geven en dat wilde ik gewoon in deze video doen. Ook een beetje vertel ik wat mijn ervaring was. En hoe heet dat? Ik specificeer me dan even op mijn laatste ervaring met rouwen. Nou, ik had al gezegd in de vorige video dat de laatste keer dat ik met zwaar rouwen te maken kreeg was toen ik een goede vriendin van mij verloor door middel van ruzie. Was nogal traumatisch voor mij. En ja, maar nu ben ik daar wel overheen, zeg maar. Pardon. Het heeft even tijd gekost om hier te komen, zeg maar. Even kijken, wat heb ik ervaren? Nou, wat ik in ieder geval deed, ik was in shock. Want er was iets gebeurd, er gebeurde iets wat ik nog nooit had meegemaakt, sowieso. En wat ik in ieder geval deed, was ik zat anderhalve maand thuis van mijn werk. Dat is gelijk iets wat ik je niet per se aan zou raden, zeg maar. Het was vaag, dat eer in het begin. Want aan de ene kant had ik net wat verschrikkelijks meegemaakt, voor mijn gevoel. Maar aan de andere kant was het ook heel relaxed. Er viel iets van me af. De emotie. Die ontbrak in het begin. Je bent als het ware verdoofd. Je voelt helemaal niks. Het is alsof als je geprikt zou worden met een speld, dat je gewoon niks voelt. Zo zou je het zeg maar heel zwart-wit kunnen omschrijven. En ik stond vroeg op. En gewoon, ik was heel relaxed. Ik deed mijn huishouden. En ik had een MP3-speler gekocht. En ik kom gelijk bij tip nummer 1, die ik je zou willen geven, is ga heel veel muziek luisteren op het moment dat je iets meemaakt. Maakt niet uit wat je meemaakt, zeg maar, het is gewoon een goede tip. Luister veel muziek die passen bij de emotie die jij op dat moment ervaart. Dus als je boos bent, dan ga je boze muziek draaien. Bijvoorbeeld. Ik weet het niet, als je in scheiding ligt of zo, weet je wel, dan draai je dat bekende nummer van Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou. Dat is een leuke. Maar als je verdrietig bent, dan draai je bijvoorbeeld Jar of Hearts van Christina Perri. Of zo. Het verhaal hoeft niet helemaal te kloppen, maar het is gewoon een droevig nummer. Want het is met hoe jij je voelt op dat moment. Dus wat ik veel heb gedaan is heel veel naar muziek luisteren. Zet hem goed hard en blaar lekker mee, zou ik zeggen. Dat is wat ik deed. Ja, perfect. Dus wat nog meer? Let goed op jezelf. Ik weet nog wel, ik was in de eerste paar dagen was ik in een soort zombiestand. Dingen die je normaal automatisch doet. Die vergeet je gewoon. Ik heb bijvoorbeeld 3 dagen achter elkaar mijn tanden niet gepoetst, gewoon omdat het niet in me opkwam. Je computer in je hoofd, zeg maar, die is even ontregeld. En dan bedoel ik natuurlijk ook, de emoties werken niet. En er komt natuurlijk, je hebt veel last van emoties. Volgende tip die ik zou willen geven is dat als je iets merkt aan jezelf, bijvoorbeeld je hoort een stem of zo, of je hoort rare geluiden, of je voelt iets, schrijf het op. Schrijf het op. Want op die manier raak je het kwijt. Je
Je haalt het uit je hoofd. En je kan het later nog eens terugkijken van, oh ja, zo voelde ik me. En waar ik best wel spijt van heb, is dat moment, is dat ik was behoorlijk aan het dichten en aan het tekst schrijven en in mijn hoofd dan en ook hardop, zeg maar. En ik was behoorlijk creatief ineens, door alle emoties die ik meemaakte. En ja, ik heb daar niks van opgeschreven, dus ja, daar heb ik achteraf best wel spijt van. Want ik vond zelfs dat er best wel goede shit tussen zat. Wat kan ik nog meer voor tips geven? Ja, je kan professionele hulp gaan zoeken. Dat moet je voor jezelf bepalen of je dat wil. Ik was daar achteraf niet zo tevreden over. De professionele hulp. Want je komt dan bij zo'n meneer of mevrouw. Weet je wel, zo'n psycholoog. En die wil graag weten wat er met jou aan de hand is. Die zegt dan, nou ja, vertel het maar. Maar ja, jij weet op dat moment natuurlijk begon niet wat er met jou aan de hand is. En je hebt er moeite mee. En je hebt liever dat diegene je gewoon vertelt wat je moet doen. Zoals ik nu doe, zeg maar. Dus vandaar, dus ik was daar niet zo tevreden mee. En dat is helemaal nog vervelend, omdat je dan gewoon pas een jaar later ineens een rekening van €200 op je mat krijgt. Van iets waar je eigenlijk helemaal niet tevreden over bent. Want zo'n psycholoog vraagt gewoon €100 per uur. Dus dat. Maar het kan voor jou werken. Ik bedoel, geld moet sowieso niet iets zijn om je tegen te houden. De laatste tip. Nou ja, qua tips. Ik bedoel, ik had al gezegd, het is helemaal niet erg om te huilen. Huil vooral. Als jij de neiging, daarom luister je ook die emotionele muziek, want het zijn zeg maar die emoties. Als je die binnenhoudt, dan maak je dat kapot. Langzamerhand. Je moet negatieve emotie, moet je maar even. Daarom dat mensen zeggen ook van het is gezond dat je lacht. Het is ongezond als je boze woede inhoudt. Je moet het zien als ja, toch een vorm van kanker. Zeg maar, het is een beetje rot om het daarmee te vergelijken, maar. En dat is natuurlijk ook niet bewezen, maar die emoties die moeten eruit. Dus ben jij iemand die, ik ben een emotioneel type, ik huil veel. Als ik blij, als ik boos of verdrietig ben of wat dan ook, dan huil ik meestal. Je hebt ook mensen die agressief worden. Ben jij een agressieveling, dan raad ik je toch aan om te gaan sporten. Of zoiets dergelijks. Of dat soort dingen, maar zoek iets. Om je op te focussen. Ook ga gewoon, blijf gewoon leuke dingen doen, weet je wel. Ik weet niet of jij veel vrienden om je heen hebt, maar ik had niet zo heel veel vrienden om me heen. En ik ging gewoon, ik heb gewoon geleerd om te gaan doen waar ik zin in heb. Als ik straks uit eten wil, bijvoorbeeld, dan ga ik gewoon. In mijn eentje. Want ja, als je iemand gaat bellen, weet je, om naar het eten te gaan, dan verwachten ze weer dat jij betaalt misschien. Niet relevant, maar ik bedoel, ga gewoon jezelf vermaken. En dat is, het is heel vervelend in het begin, want je, dingen blijven maar malen in je bed. Je krijgt misschien last van slapeloosheid. Daar had ik ook veel last van in het begin, dat ik maar niet in slaap kon komen. Want 's nachts dan krijg je die vervelende gedachtes van waarom is dit gebeurd, waarom is dat gebeurd. En kreeg ik nog maar een keer de kans om iets anders te doen. Ligt eraan, kijk maar hoe je dat toepast op je eigen situatie. Maar goed, dat is heel vervelend. Dus wat wou ik zeggen om af te sluiten? Luister veel muziek. Vooral muziek die bij de emotie past. Dat is belangrijk. Schrijf op dingen die je voelt, dingen die je hoort. Als je een gedicht in je hoofd hebt, schrijf hem op. Trust me.
wat nog meer, blijf niet binnen zitten, ga naar buiten. Ja, ik heb er toen voor gekozen om 1,5 maand even thuis te ontstressen. Ja, ik had het ook, sowieso had ik het niet naar mijn zin om mijn werk hoor op dat moment. Dus, maar dat is voor mij persoonlijk. Als jij het leuk hebt op je werk, ik heb het niet leuk op mijn werk, maar als jij het leuk hebt op je werk, dan ga extra uren maken. Door gewoon iets om er doorheen te komen, dan ben je tenminste een beetje onder de mensen. Ja. En ik wens jou veel sterkte in de komende tijd. En hoe lang de tijd duurt om. Om er weer bovenop te komen, dat weet ik niet. Ik bedoel, men zegt dat als je een relatie verliest, herstellen daarvan even lang duurt als dat de relatie zou kunnen duren. Nou, dat zou kunnen, dus ja, als jouw relatie 5 jaar heeft geduurd, dan kan het best zijn dat je 5 jaar gewoon bezig bent met je hart weer op de goede plek krijgen. En dat, ja. Het is het wel waard. En ik hoop dat je ook vooral de lessen trekt uit de situatie waar je in bent gekomen. Ligt eraan wat de situatie is natuurlijk, want sommige dingen daar leer je gewoon niet van. Of je leert er wel van, maar het ligt niet altijd aan jou. Het is niet altijd persoonlijk. En als het wel persoonlijk is, dan zijn er in ieder geval lessen die je eruit kan halen. En het is niet erg, want iedereen die maakt wel eens mee wat jij hebt meegemaakt, wat het niet minder erg maakt natuurlijk. Dus, maar ik dwaal af, want ik lul nogal veel. Dus ik hoop dat jij wat had aan deze video. En deel hem gerust met mensen die er behoefte aan hebben. En deel ook gerust alsjeblieft je ervaring hieronder. Ik zal reageren, dat heb ik ook op de vorige video gedaan. Behandel deze video een beetje met respect alsjeblieft. En tot de volgende video. Tot ziens. Dag.